Het is woensdag, weer de gelegenheid om informatie met je te delen. Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Achtmaar, Dag van de Vrouw, en elk jaar is er een heel ander thema aan gekoppeld. Van dit jaar is het om eigenlijk bewustwording te creëren als het gaat om gendergelijkheid van de vrouw en haar positie in de samenleving. Vandaag aan mij de genoegen om te praten met een zus, een vriendin, een moeder, een nicht, maar ze is ook advocaat. We praten vandaag met meester Maurie Nipte over haar perspectief van Dag van de Vrouw. Meester Nipte, of mag ik zeggen, mevrouw Maurie, wat vindt u beter? Alles is goed, als zeg je gewoon Maureen is prima. Zal u meester doen, omdat ik het een hele mooie titel vind. Oké, dankjewel. Dag van de Vrouw, 8 maart. Wat vindt u ervan dat er speciaal een dag wordt uitgetrokken in het jaar om bewustwording te creëren over vrouwen en hun rechten? Ik vind het natuurlijk heel erg bijzonder dat er een speciale dag in het jaar wordt besteed aan vrouwen en de problemen waarmee ze kampen. Want natuurlijk, ik neem aan dat ze het hele jaar door bezig zijn met issues die vrouwen raken. Maar natuurlijk is het natuurlijk heel goed wanneer je een speciale dag hebt waarop speciaal de issues die per se de vrouwen raken aan de kaart stellen. En dat vind ik natuurlijk een heel erg goede zaak. En als we kijken naar de positie van een vrouw anno 2023, mogen we trots zijn als we kijken van waar we komen en waar we nu zijn? Mijn mening is dat we niet heel erg trots hoeven te zijn. Natuurlijk zijn we heel veel stappen vooruit gekomen. Als we kijken, er was in de tijd jaren terug, was er ook een beweging meer vrouwen in het parlement. En die beweging heeft vruchten afgeworpen. Er zijn ook meer vrouwen in het parlement, ook meer vrouwen in de regering. Maar natuurlijk zijn we er niet waar we moeten zijn. Dus we moeten nog heel veel werk verzetten. Ook de ondergeschikte positie van vrouwen in gezinnen. Weet je, dus daar moet nog heel veel werk worden verzet. Ik zit ook zelf in mijn werk. Bij echtscheidingen, vrouwen zijn heel vaak alleen staan, dus staan er helemaal alleen voor. Dus er valt op sociaal vlak voor vrouwen, zie ik het wel, dat er heel veel werk moet worden verzet. Dus we zijn er helaas nog niet waar we moeten zijn, maar we gaan wel vooruit. Dat is wel mijn mening. Dat is dus wel een goede stap, dat we in ieder geval wel vooruit gaan. U heeft een paar mooie dingen aangehaald. U heeft aangegeven dat er meer vrouwen in het parlement zijn gekomen. Maar wat is volgens u een structurele oplossing als we kijken naar, om die bewustwording te creëren? Zijn vrouwen wel echt bewust van welke positie ze eigenlijk zouden moeten innemen? Nee, ik denk dat vrouwen zich ervan bewust zijn hoor. Als je het meegaat, is hoe ik het zie hoor. Vrouwen zijn zich niet bewust van hun potentie. Toch, ze hebben zoiets van, ik moet op de kinderen letten en ik moet achter de pot staan en ik moet het gezin, ik moet er daar voor het gezin zijn. En de man moet dan zich profileren en in het parlement gaan en president worden en dit doen en dat doen. Toch maar, gezin en een carrière valt heel goed te combineren. Nou, helaas is het niet voor iedereen natuurlijk hetzelfde. Je hebt ook niet altijd de resources om je gezin en een carrière of een academische studie te doen om hoger op te komen. Dus daar schort het ook nog aan, toch, dat je gezin met je carrière kan combineren om een studie te doen. Want als ik ook zie bijvoorbeeld, de meeste vrouwen gaan s'avonds naar school. Als je kijkt naar de onderwijsinstellingen, avondschool, het propvol met vrouwen. Toch? Dus waar ga je je gezin laten, waar ga je je kinderen laten, zo laat, er is geen vervoer naar huis. Met allerlei soort issues hebben vrouwen te kampen, toch? De man neemt die auto en gaat weg en die vrouw moet maar zien waar ze de kinderen zet. Ik had laatst ook een mooi ding, of mooi, tussen aanhalingstekens. Die man zegt van, die vrouw moest naar school, dus ik moet even op die kinderen passen. Ik doe oppas op die kinderen. Je doet geen oppas voor die kinderen, je doet je plicht. Toch? Dus eigenlijk, die vrouw heeft de hoofdelijke verantwoordelijkheid over de kinderen. Want wanneer die vrouw weggaat, zegt ze toch ook niet van, die man is even weg, dus ik moet op die kinderen passen. Ja, precies. Toch? Men gaat er vanuit. Die vrouw is hoofdelijk verantwoordelijk over de kinderen. En wanneer die vrouw ergens moet, dan zegt die man, ik moet oppassen op die kinderen. Want wat is dat? Weet je, dus er schort ook heel veel daaraan. Dus dat moet ook nog veranderen. De mannen moeten ook hun verantwoordelijkheid zien. Ze moeten het niet zien alsof ze oppassen doen. Ze doen gewoon hun plicht. Laat die vrouw naar school gaan. Laat die vrouw
carrière maken en doe gewoon je plicht in de huishouding. Dus eigenlijk als ik naar je luister, een goede support system is nodig. Ook ja, absoluut. Een bepaald carrièrepad. Van huis uit, ja. Want het is helaas altijd de vrouwen die oppas moeten zoeken. Ze gaat ergens, eigenlijk mijn moeder, dan moet ik oppas voor die kinderen zoeken. Ik wil een keer uitgaan, ik moet oppas voor die kinderen. Dus ze denken nooit eraan van, maar laat me die man zeggen, laat die man met die kinderen blijven. Ja. Dat die man wordt zoveel mogelijk ontzien. En zij moet oplossing zoeken, waar ga die kinderen zetten, dan ga ik mijn tante vragen, ga ik een vriendin vragen, ga ik die vragen. Maar die man niet, die issues niet, hij neemt zijn auto en hij gaat weg. Precies, en wat u eigenlijk aanhaalt, staat helemaal in lijn met het thema gendergelijkheid. Maar ja, dan gaan we ook een beetje kijken naar, waarom is het zo, waarom denk je dat het zo is, dat mannen meer vrijheid hebben dan de vrouw? Ik denk dat die vrouwen ze de gelegenheid geven, want die vrouwen zeggen ook van, baie, hij helpt me hoor, ik mag niet jokken voor hem, hij helpt niet, hij doet zijn plicht. Ja, dat is ook, dat ben ik er helemaal ja, met die houding, toch? Maar ik mag niet voor hem jokken, hij helpt me hoor met die kinderen. Hij doet zijn plicht, hij helpt je niet, hij doet zijn plicht. Toch? Dus die bewustzijn moet er ook zijn onder vrouwen. Dus eigenlijk komt het van binnenin, die intrinsieke bewustwording, zeg maar. Mm-hmm. U heeft een carrière, maar u heeft ook een gezin. Ja, en als de mensen u kunnen volgen op Facebook, of de mensen die u volgen, u bent daar voor die kinderen. Gaat zelf uit, gaat zelf stappen. Maar dan heb je weer mooi nipte met de toga in kato en rechten. Dus hoe combineer je dat alles? Kijk, toen ze kleiner waren, ik ben niet meer met hun vader, maar ik kan altijd op hem rekenen. Toch? Dus als er op pas vroeger nodig was, dan stond hij altijd, laat maar zeggen, op pas omdat we niet meer samen woonden. Dus we hadden een soort bezoekrekening dat ze om de ene zoveel tijd bij hem gingen en ik dus, en om zoveel tijd bij mij. Nu zijn ze iets groter, dus ik kan ook beter uit de voeten. Want dan ga je eerlijk zeggen, vroeger ging ik echt met ze in de auto, moeder had echt medelijden met me. Want toen ik naar het cellenhuis moest, dan waren ze in de auto. Want met baby kon ik ze later, vader was aan het werk en ik stond er eigenlijk alleen voor. Toch? Dus in de auto, daar kochten we eten over straat en dan maakten ze hun huiswerk in de auto. En toen stapte ik van cellenhuis naar cellenhuis. Laat s'avonds thuis aankomen, kinderen baden in bed zetten. Maar nu zijn ze gelukkig wat iets ouder, 16 en 18. Dus ik kan ze wel alleen thuis laten. Maar ik zorg er wel bewust voor om tijd voor ze vrij te krijgen. Ik hou van buiten de stad gaan om het ene weekend. Een beetje ver van de cellenhuizen en ver van het werk en dat ik alleen tijd heb voor mijn kinderen alleen. En praten over issues die, weet je, want ze natuurlijk zo worden groot, ze krijgen vriendjes hier en daar. Toch? Ik moet wel zeggen dat ik ben een beetje een materiële mama. Ik geef bijvoorbeeld een telefoon en maak me hoe verder niet moe. Maar de vader is wel de sociale, de schouder om op te huilen en. Dat is, daar, wat dat betreft vullen we elkaar. We wonen niet meer samen, hij is getrouwd, hij heeft een heel lieve vrouw. Maar we vullen elkaar wel aan wat opvoeding van de kinderen betreft. Suriname is daddy voor een eerste vrouwelijke president. En zo mooi in de politiek willen ingaan. En waarom niet? Ik heb geen politieke ambities, echt niet. Ik ben goed waar ik ben. Kijk, natuurlijk als er, ik heb ook een zus Joan, toch? Die is in pro enzovoort. En ze gaan me van, ja kom in pro en kom in. Maar ik heb zoiets van, ik heb mijn praktijk, ik heb het heel erg druk. Ik heb mijn kinderen, ik heb het heel erg druk. Dus ik heb geen politieke ambities. Maar als er onverhoopt op mij een beroep zou worden gedaan van kijk, wil je hier of daar een beetje, weet je, je krachten geven of je kennis en kunde geven, zou ik het wel willen overwegen, ja. Maar als je het mij vraagt, heb ik geen politieke ambitie, vooral niet in Suriname. Maar u sluit het niet helemaal uit? Nee, ik sluit het niet helemaal uit. Maar natuurlijk als er een bepaald vertrouwen in je wordt gesteld, dan zeg je van oké, je wil het overwegen, maar als je het mij vraagt, dan goed waar ik ben, echt waar. We houden in ieder geval van uw werk. En ja. Een branche waarin u zit, toch? Het is een, u doet strafrecht wel te verstaan. Ja. Je bent met verschillende cases in contact. Hoe ervaart u dat? Mijn werk zelf? Ja, ik hou echt van mijn werk. Ik hou heel erg van mijn werk. Dat, ik heb dus vroeger, hoe we net, was ik helemaal in vol dat ik het zelf mee naar huis nam. Toch maar. Ik heb door de jaren heen geleerd om wel die scheiding te maken tussen mijn werk. Vroeger las ik bijvoorbeeld, nam ik dossiers mee naar huis om te lezen. Nu doe ik het niet meer, want ik mijn kantoor heb gesloten. Dan is het wel klaar met mijn werk, maar ik hou heel erg van mijn werk. En vooral als je iemand kan bellen van, uw zoon is vrij, uw dochter is vrij, uw vader, uw moeder is vrij, u mag ze gaan halen. Weet je, die dankbaarheid, dan denk je van oké, hier doe ik het voor. En ik help ook heel veel mensen proberen, bijvoorbeeld die plunderaars van laatst. Dan heb ik zeker een stuk zo 20 of 30, weet je, heb ik proberen, waren een heleboel jongens vast
Bij opa Doelie, bij de MP-brigade, want alle cellenhuizen zijn overvol nu. En dan zeggen ze van, meester, is ook een jongen daar, niemand komt hem bezoeken, heeft geen advocaat. En dan zeg je van, oké, wat heb je gedaan? En dan doe ik een verzoek. En ik heb intussen ook een heleboel van die plunderaars kunnen vrijkrijgen. Omdat, het is natuurlijk jammer, maar het zijn meer mensen die dingen op straat hebben gevonden en ze hebben meegenomen en iedereen wordt opgesloten. Ja. Toch, dus, ja, ik hou echt van mijn werk, heel dat erg. Dat is toch als jij ook echt duidelijk te werken, mm-hmm. Maar wat maakt u dat zo'n goede advocaat? Want in de meeste gevallen, en dit is eigenlijk ook wat bijna ieder zegt, als Mori nipte die zaak heeft, dan kom je vrij. Dus het hoeft niet per se altijd zo te zijn, mm-hmm. Dat is natuurlijk je werk dat je doet. Ja. Maar wat maakt u dat een goede advocaat? Eerlijkheid tegen je cliënten, eerlijkheid. Laat me voorop stellen hoor, dat ik onderschat mezelf niet, maar je hebt geweldige advocaten. En ik noem altijd meester Kan Haisram, ik zal altijd zijn naam blijven noemen. Van je collega's leer je. Dus, en ik heb ook een zus, Joan, toch? Oké, maar zij doet civiel, maar ik heb ook heel veel van. Zij was mijn patroon toen ik stage liep. Ik heb bij haar stage gelopen. Toch, dus ik heb van heel veel mensen, van mijn kinderen leer ik ook. Ik zeg, oh, mama, ga niet te veel op Facebook, mama, je post alles op mijn dit, op dat. Maar jij wanneer je tieners hebt, hè? En ik heb ook een verbod, ik mag ze ook niet meer posten. Of ik moet toestemming vragen, als die foto is goed gekeurd, dan mag ik het posten. Dus dat krijg je ook natuurlijk als je tieners hebt. Maar ik vind wel dat ik een goede job doe, maar nogmaals eerlijkheid tegen je cliënten. En betrokkenheid bij je werk. Toch, betrokkenheid bij je werk. En al doe je het prodeo, al doe je het betalen, iedereen behandel ik gelijk. Ja. Niet, wanneer je het gratis doet, dan zeg je van, dat is toch een gratis ding, dus ik zal die maar op een zijspoor zetten. Ja, u haalde net wat aan over de plunderaars die zijn mm-hmm. opgesloten. Ja. Als je kijkt naar wat er gebeurd is, die bewuste vrijdag, heeft u zoiets van, is er anno 2023 nog recht, of nog sprake van een vrije meningsuiting? Ja, natuurlijk, een vrije meningsuiting is vastgelegd in de grondwet, denk ik. Maar natuurlijk moet je wel, want waar vrije meningsuiting ophoudt, begint wel het recht. En begint wel het strafrecht. Dus je moet wel de grenslijn. Natuurlijk is er een grijs gebied, maar er is wel een grens tussen wat je zegt en wanneer je anderen begint te beledigen en je privé en je persoonlijk begint te worden. Dat is mijn mening, hoor. Ik ben niet zo ingewerkt in vrije meningsuiting issue en alles wat daarmee samenhangt. Ik ben meer op het strafrecht gedeelte. Maar als het mij vraagt, moet je wel weten waar je zegt en dat je niet persoonlijk gaat worden. Goed, dan gaan we terug naar de kwestie vrouwen. Mm-hmm. U doet strafrecht, dus u raakt dagelijks ook in contact met verschillende zaken. Ja. Is de vrouw beschermd? Aan 2023 gezien de tijd waarin we leven, weet je? Ja, dus kijk, wat mij nu bezighoudt hoor, dus als ik één issue mag opnoemen. Bijvoorbeeld vrouwenmishandeling. Ik had een zaak, die dame werd lastiggevallen door haar vriend of door een vriend die ze niet meer wilde. Werd lastiggevallen. Dus op enig moment gaat haar broer en hij spreekt die meneer aan en er staat een vechtpartij enzovoort en die broer wordt opgesloten. Ik zeg toen aan de rechter van, wanneer in het voortraject, van wat is wij wachten dat het erg is geworden en die meneer vermoord die vrouw. Dan ga je horen, ja, waar is het fout gegaan? Maar wanneer het voortraject mensen willen optreden tegen die meneer, dan worden die mensen opgesloten. Wat gaat gebeuren nu? Niemand gaat meer willen bemoeien. Wanneer een vrouw wordt gestolen, wanneer een vrouw wordt lastiggevallen, dan wanneer een vrouw wordt bedreigd en iemand staat op en zegt van luister, vandaag houdt het op tot hier en de broer of de vader of wie dan ook. En dan gaat die meneer aangekomen, dan wordt die persoon opgesloten, wegens bedreiging, wegens dit, wegens dat. En die stalker die gaat vrij uit. En dat maakt eigenlijk dat het zoveel gevallen zijn waarbij vrouwen vermoord worden. Klopt. Want in het voortraad, niemand gaat bemoeien niet hoor. Want dacht me bemoeien dat ik was rood. Ik kan me kata. En door die vrouw vermoord door die maar ga je horen. Ja, maar die was erbij, waarom heeft hij niks gedaan en allerlei soort dingen. Ik heb persoonlijk meegemaakt trouwens waarbij een vrouw een klacht gaat indienen en het totaal niet serieus genomen wordt. Klopt. Maar wat is dan de oplossing? Want het blijft zo doorgaan en we kunnen niet meer geen vrouw meer verliezen. Kijk, er is een unit huiselijk geweld. En ik weet niet echt hoe dat bij de politie, ik weet niet echt hoe dat draait, omdat ik nog nooit echt in contact met ze ben geweest. Maar je hebt natuurlijk ook bepaalde vrouwenbewegingen waar de vrouwen kunnen gaan en van daaruit worden begeleid. Je hebt natuurlijk ook de wet bescherming huiselijk geweld, die wet waar je beschermingsbevel kan aanvragen. Die wet werkt ook uitstekend hoor. Dat je een beschermingsbevel kan aanvragen tegen de man wanneer hij dan de vrouw stolkt en belaagt enzovoort. Maar
Ik denk meer awareness met betrekking tot het voortraject voordat het zo ver komt. En daarom vind ik het beschermend bevel heel erg. Ik heb ook nu een man als cliënt die een, ook een beschermend bevel tegen zich heeft gehad. Toch? En ik zeg het is goed, ga uit de buurt van die vrouw. Van die vrouw, blijf uit de buurt. Als die vrouw niet meer wil, blijf uit de buurt. Maar nou, kijk, je bent vandaag opgesloten toch? Het is toch niet goed? Ja. Dus ik denk dat die awareness voor de vrouw welke rechten ze hebben, vooral nogmaals beschermingsbevel, vraag het aan als je wordt aangevallen. Ga bij kanton beneden, vraag een formulier aan, dien het in en het wordt heel erg serieus behandeld. Er is een rechter die speciaal beschermingsbevelen doet, je krijgt snelle datum en er wordt serieus naar de zaak gekeken. De meneer wordt gehoord en de rechter geeft een beschermingsbevel. De politie wordt op de hoogte gesteld. Als er zo'n beschikking komt en die meneer houdt zich niet daaraan, wordt hij terstond opgesloten. Maar je hebt gelijk, inderdaad, vrouwen doen aangifte soms. En, dat is goed, is geen de vrouw. Van, je hebt zeker wat dat die man wil en dat soort buiten denigrerende dingen. En als een vrouw, want wat er nu ook gebeurt, als ik word mishandeld door mijn man en ik ga naar de politie en ik word niet serieus genomen, kan ik op een bewuste dag ook doordraaien en ik steken. Ja, dan wordt opgesloten. Dan word ik opgesloten. Klar. Maar je zet vrouw in een bepaalde positie, dan zeg ik, maar wat moet ik nou eigenlijk doen? Want dan gaan ze het recht in eigen handen nemen. Klar. En dat is natuurlijk jammer. Ja, en er hoeft er maar een klein ding te gebeuren en die vrouw snapt. En dan wordt ze opgesloten. Precies, ja, dan moet je heel veel weer gaan voeren. Wat is er vroeger gebeurd? Hevige emoties, allerlei soort strafuitsluitingsgronden ga je weer uit de kast moeten halen van vroeger wat er allemaal is gebeurd. Maar dingen bouwen zich op. Klopt. Mishandeling, na vernedering, na vernedering. En dan hoeft er maar een klein ding te gebeuren en die vrouw snapt. En dan zei je, ja, maar er is niks gebeurd. Je bent zomaar ben je boos geworden. Wel, het is opkropping van jarenlang. Mevrouw, moet je dat ook beter hun rechten? Proberen te kennen, om het zo te zeggen, zodat je weet waar je aan toe bent. En vaker aangifte doen en vooral die aangifte op schrift wordt gesteld. Dat je een case kan opbouwen, dat het dus niet zeggen van ja, maar je bent nooit aangifte gaan doen, je bent nooit bij de politie gegaan, dan wat is er in niet gebeurd nu. Oké, maar daar wordt een situatie van een vrouw die helemaal afhankelijk is van de man, die bang is. Klap. Dus ze kan bijna geen aangifte doen. En je hebt ook situaties waarbij die man, hij is matig met die politie, dus dat wordt niet dat allemaal, gedaan. Wat is je advies naar zo'n vrouw? Of bij OPZ aangifte doen, of natuurlijk toch, kijk natuurlijk, je hebt ook vrouwen die inderdaad, wat je zegt, van die man afhankelijk zijn. Ze doen die aangifte, de schoonfamilie gaat bijder van ja, tel die aangifte in, want dit en dat. En die vrouw kan bij de advocaat, ik wil die zaak intrekken, maak een brief voor me, ik wil die zaak intrekken. Ja. En wat kan je doen? Een brief naar het OM sturen en zegt die vrouw wil die zaak intrekken. Het OM belt die mevrouw heeft u inderdaad die brief geschreven. Wilt u, het gebeurt elke dag. Elke dag helaas, omdat die economische afhankelijkheid er is. En vooral in deze financiële situatie klop, van het land. Klopt, man is kostwinner, vrouw kan geen kant meer uit. Ja, helaas. Mevrouw Maureen, heeft u een wijze les, een boodschap die u wilt delen met de vrouwen in verband met dat van de vrouw? Dat is mijn persoonlijke boodschap. Ik ben heel erg christelijk opgevoed. En mijn pad is ook niet over rozen gegaan. Toch? Het is niet, ik ben nu bijna 55 jaar en het is ook niet over rozen gegaan. Ik stond er ook huis op de veiling en stroom afgesloten en water afgesloten, allerlei soort dingen. Maar ik heb me gericht tot God. En het is misschien, cliché, maar gebed helpt echt. Gebed helpt echt. Ik ben op mijn knieën gegaan, ik heb gehuild voor de Heer. En hij heeft me niet in de steek gelaten en nog steeds niet. Dus gebed helpt. Het klinkt misschien cliché. We leven in een multiculturele samenleving. Iedereen heeft waarin hij of zij gelooft. Ik geloof in de enige waarachtige God, Jezus Christus. En ik geloof dat hij me door diepe dalen heen. Iedereen heeft te maken met moeilijkheden, ook ik. Ik heb ook mijn problemen elke dag. Maar ik richt me tot God en ik geloof. Dat hij me vandaag heeft gebracht waar ik ben. En dat hij me verder zal brengen. Ook alleen wat er ook gebeurt in mijn leven. Ik blijf standvastig in mijn geloof. En dat wil ik, daarmee wil ik ook de vrouwen bemoedigen om. Try Jesus. Baat het niet, dan schaadt het niet. Maar try Jesus. Nou, dat is heel mooi gezegd. Dat was deze mooie liefde. Een geweldige potentiële vrouw. Burst from energy. En je kan ook merken in de interview dat ik heb gehad met de. Waar vrouwen eigenlijk moeten letten. U heeft het gehoord, ken uw rechten. Het is heel belangrijk, vooral als vrouw in 2023, om te weten wat je rechten zijn. Dat was het wat betreft het eerste deel van In Gesprek met, maar gaat u niet weg, want er komt een tweede deel.
Welkom kijkers bij het tweede gedeelte van deze aflevering van In Gesprek Met. Zoals eerder aangekondigd praten we vandaag over bijzondere vrouwen in de maatschappij. We vieren op 8 maart de Internationale Dag van de Vrouwen. Vandaag praat ik met minister Krishna Kumari Mathura van Defensie. Ze is de eerste vrouw die leiding geeft aan wat we noemen een mannenorganisatie. Minister, welkom. Ja, dank u wel. En alvast een fijne vrouwendag. Ook aan de hele samenleving en ook aan u. Dank u wel. Hoe ervaart u het om als vrouw leiding te geven aan een organisatie die voorheen is geleid door mannen? Normaal. Ik zie er geen bijzonderheid aan. Ik denk dat we in een tijdperk leven en in een wereld leven waar vrouwen bijna alle functies bekleden die maar mogelijk is in een samenleving. En het is jammer dat ik dus, en misschien ook een geluk dat ik de eerste vrouw ben. En ik hoop dat daardoor dus veel meer vrouwen geïnspireerd raken om het ministerie van Defensie te joinen. Maar ook het Nationaal Leger te joinen. En dat ze zien dat het kan, vooral. Zijn er toch uitdagingen die u kent binnen de organisatie als vrouw? Nee, het is niet specifiek uitdaging voor een vrouw. Je moet wel rekening houden. Het is een organisatie die voornamelijk bestaat uit mannen, maar het is mensen. Als ik leiding geef, dan zie ik, maak ik geen onderscheid tussen mannen en vrouwen, maar ik zie voor mij mensen. En als je leiding geeft aan mensen, dan zijn mensen heel belangrijk. En dat betekent dat je dus gewoon gericht leiding moet geven in de zin van communiceren, respect hebben voor mensen, inleven in de situatie van mensen, investeren in de competenties van mensen, goed communiceren, empoweren, coachen. Dus dat zijn hele belangrijke aspecten van leiding geven. Ja. En u heeft eerder aangehaald dat met uw ministerschap u hoopt dat veel meer vrouwen geïnspireerd worden om het leger te joinen. Maar wat doet u zelf eraan om vrouwen te interesseren in het leger? Nou, wat wij proberen te doen, we hebben nu voorlopig nemen we niet echt mensen in dienst, maar de vrouwen die er zijn, hebben we specifieke activiteiten om ze speciale aandacht te geven. Specifieke zaken die aan de orde zijn bij vrouwen, dat we dat ook bespreekbaar maken. Problemen die ze ervaren bij het uitoefenen van hun werkzaamheden, dat we dat ook bespreekbaar maken, want het is een mannenorganisatie. De faciliteiten zijn gericht op mannen. Er is, nog geen 10% vrouwen in de defensieorganisatie. Dus alle trainingen, faciliteiten zijn afgestemd op mannen. En als je vrouwen hebt, dan moet je beginnen met faciliteiten. Je moet beginnen met uniformen. Je moet beginnen met een beetje toch anders inrichten. En dat neemt tijd en daar proberen we aandacht te besteden. Hun blijven inspireren dat ze kunnen, ja. En er zijn sowieso al vrouwen binnen het defensieapparaat. En hoeveel vrouwen heeft u in topfuncties? We hebben de inspecteur-generaal. Dat is de eerste vrouw in die functie. Dat is een luitenant-kolonel. We hebben bij de landmachtvrouwen, ik dacht G5 heeft een vrouw in de top. Bij de MP hebben we de plaatsvervangend commandant is een vrouw. Bij de marine hebben we een vrouw die meevaart op de boot. Dus we hebben voldoende vrouwen en krachtige vrouwen die echt ook een inspiratie zijn voor een heleboel andere vrouwen. Ja. En als we dus even aandacht besteden aan uw loopbaan. We weten ook dat u in een politiekorps heeft gediend. Kunt u ons vertellen hoe u bent begonnen? Ja, ik na mijn middelbare opleiding heb ik eigenlijk een jaartje gewerkt bij de belastingen. En toen zag ik die advertentie van, ik zag iets waar je kon studeren en verdienen, want ik had geld nodig om in mijn levensonderhoud te voorzien. En tegelijkertijd wilde ik doorgaan. Dus een administratieve baan was niet voldoende voor mij. Ik moest doorstuderen. Dus daarom heb ik eigenlijk de politie gejoind. Het waren 4 jaren hele moeilijke
nou niet moeilijk hoor, maar toch een zware opleiding. Dat heb ik dus afgerond en dan heb ik de politie, ben ik als inspecteur begonnen bij de politie. Als vrouw, jonge vrouw, direct in een leidinggevende functie. Ja, dan moet je dealen met eigenlijk percepties en overtuigingen die er zijn in die organisatie van kan de vrouw het wel, wat kom jij vertellen, je bent jong, je moet nog schoenen verslijten, weet je. Maar ik moet zeggen dat er ook genoeg mannen waren die je ondersteunden, die je de kans gaven, die je kennis overdroegen, die je echt empowerden om door te gaan. Dus het was een mix. En ik denk dat je als vrouw zelf je niet moet laten ontmoedigen. Ik denk dat je voldoende aan jezelf moet werken. Het is ook een uitdaging hoor. Zelfvertrouwen en aan jezelf zeggen van elke situatie neem ik aan als een uitdaging. En ik ga steeds, het is een kans, en ik ga mijn grenzen verleggen. En ik ga proberen te groeien. Maar dat is ook waarom we dingen doen, is we willen groeien, we willen zekerheden, we willen iets terug doen, we willen dienstbaar zijn aan de samenleving, we willen variatie in het werk. Dus dat zijn de dingen waarom we doen. En je moet je niet laten ontmoedigen, je moet gewoon doorgaan met je ambities waarmaken. Voor jezelf moet je gaan uitzetten van wat is belangrijk en waarom. Het belangrijk is en dan moet je doelen stellen en dan moet je elke keer beetje bij beetje vooruit gaan. Het zal niet in één dag komen, maar als je blijft proberen, blijft doorzetten, blijft strijden, dan kom je een dag zeker, ja, ga je je succes behalen. Het was voor mij ook moeilijk, omdat, ja, niet moeilijk, laat me dat woord niet zeggen. Het is eigenlijk, laat me het anders zeggen, het is easy, het is simpel. Maar het is een uitdaging. Het is ook een uitdaging omdat je gezin wil als vrouw. En ik heb 3 kinderen, dus je moet het managen, je moet balanceren. Enerzijds je formele baan als inspecteur, maar anderzijds je gezinsleven, je sociaal leven, je professioneel leven. Dus alles moet je gaan balanceren en zeggen van waar geef je 24 uren, waar geef je prioriteit aan. En in bepaalde fases, wanneer die kinderen klein waren, heb ik gezegd, dan ga ik prioriteiten stellen, want dan gaan geen hobby's gaan daar geen plek in hebben. Sociaal leven gaat minder worden. En wanneer die kinderen groot zijn, dan ga je weer tijd besteden aan die dingen. Ik vind het zo leuk dat u dus het aspect van gezin heeft aangehaald. Want in de afgelopen tijd hebben we ook op social media bijvoorbeeld gezien dat mensen stellen dat vrouwen niet een voltijdse baan kunnen hebben en ook nog moeder zijn. Hoe denkt u daarover? Het is een uitdaging. Ik denk dat te combineren is, maar je moet wel goede afspraken maken met je partner of met je man. En beide moeten verantwoordelijkheid nemen, ook voor de kinderen. Maar niet alleen voor de kinderen, ook voor het huishoudelijk werk. Ja. Want een gezin in stand houden betekent echt goed communiceren en goede afspraken maken. En iedereen moet beseffen dat ik een rol heb. Ook de kinderen moeten later, als ze iets groter worden, beseffen dat ze een rol hebben. Want het is geen hotel waar je zoveel mensen in dienst hebt. Het is jouw huis. Ja. En je moet jouw huis tot een thuis maken waarbij iedereen een bepaalde rol en verantwoordelijkheid heeft. En dat kan. Het kan. Ik heb zelf 3 kinderen. Ik heb ze grootgebracht. En ik heb eigenlijk geprobeerd te balanceren. En samen met mijn man, op een gegeven moment kwam mijn man te overlijden. Toen stond ik er alleen voor. Maar ondanks dat heb ik doorgezet. En ik ben vandaag minister. En ja, je moet kunnen combineren. Je moet, weet je, soms denken we dat we die potentie niet hebben. Maar ik vind dat wij mensen onmetelijke potentie hebben. Ja, en u klinkt heel zelfverzekerd, maar is er ergens in uw carrière waar u gezegd hebt van, het is niet voor mij, of ik ga stoppen, ik kan die druk niet aan? Kijk, het leven heeft good times en bad times. Dingen komen en gaan. Het is net een wave. Die komt en gaat. En je zal in je leven ook moeilijke momenten hebben. Ik heb ook moeilijke momenten gehad. Een aantal. Overlijden van mijn man. Het is een heel zwaar moment. Kinderen
die op een gegeven moment ziek worden of een ongeluk krijgen. Het zijn zware momenten in je leven. Maar in het leven, zolang je ademt, moet je je afvragen, wat kan je doen? Je kan zeggen, je gaat je hullen in een slachtofferrol. Of je kan zeggen, je kan strijden verder en moeten doorgaan. En idealen meenemen. Ik denk dat je geen keuze hebt. Want slachtofferschap gaat jou niet helpen. Ik denk dat je zal verdriet moeten verwerken. Je zal moeten accepteren alle dingen die in jouw leven komen. En het zal niet in één dag gaan. Je zal soms dagen tranen vergieten. Je zal emoties hebben. Je zal ook na tientallen jaren zal je momenten hebben dat emoties je overvallen en dat je verdrietig bent. Maar je kan op dat moment uithuilen en daar, je kan niet dagen blijven en weken blijven. Nee, je moet dan met jezelf praten, jezelf versterken. Ja, want dat heb je nodig als persoon. Ik zal niet zeggen als vrouw, maar ook als man heb je dat nodig. Dat wanneer tegenslagen je tegemoet komen in het leven, waar, en iedereen krijgt die tegenslagen in het leven, dat je zegt, ik sta op en ik raap me bij elkaar en ik spreek mezelf moed in en ik ga door. En elke dag is een kans, is een nieuwe kans. Als je opstaat en je ziet de zon schijnt of het regent, de vogels fluiten, je kan ademen, dan is er een nieuwe kans. En dan kan je zeggen van, ja, ik ga het weer aankunnen. Ja. En als we kijken naar de verhouding in de Surinaamse maatschappij, als we kijken naar functies, dan zeggen we wel, de vrouwen hebben zich in de afgelopen jaren heel goed kunnen ontwikkelen, maar dan nog zijn ze niet in topfuncties, vooral niet binnen de overheid. Denkt u dat het tijd is dat er daarin verandering komt? Ja. In de hele wereld. Ga maar kijken hoeveel landen we hebben en hoeveel vrouwen staatshoofden zijn en regeringsleiders zijn. Ik denk 12-13. De verhoudingen zijn helemaal uit balans. Parlementen, ministers, ook in Suriname, CEO's van bedrijven, dus managers. Je merkt dat de verhoudingen eigenlijk helemaal uit balans zijn. Je schiet niet op met meer dan 15%, 10%. En enerzijds ligt het aan de omstandigheden dat we moeten creëren. Want het is nog steeds, de besluiten worden genomen nog steeds door de meerderheid, de mannen. Maar aan de andere kant denk ik dat we ook als vrouw moeten gaan voor topfuncties. Ja. Want als de wil er niet is bij ons, gaan we er daar niet komen. En daar begint het bij van, hoe ziet mijn leven er over 5 jaren en 10 jaren en 15 jaren en 20 jaren eruit? Als jij geen beeld hebt van hoe jij leven eruit ziet, jouw leven eruit gaat zien, ga je ook geen plan van aanpak maken. Je gaat geen planning maken, wat moet ik doen om daar te komen? En ik denk dat voor iedereen hoor, maar ook voor de vrouw in het bijzonder begint het daarbij. Wat wil ik met mijn leven? Welke toegevoegde waarde wil ik zijn voor de samenleving? Hoe moet de samenleving naar mij kijken? Als ik er niet meer ben, wat is mijn legacy dat ik achterlaat? Hoe ga ik combineren tussen mijn verschillende aspecten van het leven? En ik denk dat het begint met nadenken. Begint met je wilskracht ontwikkelen. En gewoon dan je strategieën uitzetten van daar wil ik aan komen. En dat is wat we, en aan de andere kant moeten we ook stimuleren. Ouderen hebben de plicht en de verantwoordelijkheid om onze meisjes en kinderen te stimuleren en te zeggen dat elke ambitie die ze hebben waargemaakt kan worden. Dus ze opvoeden met voldoende zelfvertrouwen. Het beeld, ook de jongens in die samenleving, dat voor zowel vrouw als man elke functie, elke ambitie waargemaakt kan worden. En dat het begint bij jouzelf, dat je actie moet ondernemen, moet werken aan een actieplan, zelf hard moet werken daaraan. Want niemand gaat het voor je doen, jij zal het zelf moeten doen. Iemand die Olympisch medaille wint, zoals Anthony Nesty, is niet in één dag gekomen.
Het is uren trainen geweest. Uren hard werken geweest. Het is discipline geweest. Het is commitment geweest. Het is willen neerzetten van een prestatie geweest. Het is voor je land willen werken, is het geweest. En dat geldt voor elk een van ons, in welke functie we ook zijn. Is, we moeten beseffen wat onze toegevoegde waarde is. En als we naar uw ministerschap kijken, zegt u is dat de end of the road is? Of kunnen we in u de eerste vrouwelijke president zien? Kijk, ik kijk niet naar, naar een functie op dit moment. Ik probeer ook elke job die je hebt zo goed mogelijk te vervullen. En wanneer je prestaties neerzet en je job goed vervult, als het in jouw destiny is, zal het komen. En als het in je destiny is en jij werkt er zelf naar, ik denk niet dat dat een onmogelijkheid is voor niemand. En ik probeer nu mijn functie die ik heb als minister van Defensie zo goed mogelijk te vervullen, zodat mensen tevreden raken. Zodat mensen zien van wat mijn competenties zijn, wat mijn capaciteiten zijn. En als het weggelegd is voor mij, zal het komen. Ik maak me helemaal niet druk daarover. Maar ik probeer op dit moment die rollen die ik heb, of het nou is een moeder, een zuster, een weet je, minister van Defensie, lid van de VHP, voorzitter van de gendercommissie van de VHP, probeer ik die rollen zo goed mogelijk naar mijn beste vermogen te vervullen. En ik denk dat dat geldt voor iedereen. Als je dat blijft doen, dan gaan opportunities in je schoot geworpen worden. Is een hele motivatie. Maar dan nog de vraag. Heeft u misschien een boodschap aan jonge vrouwen en meisjes die naar u opkijken? Nou, ik zou aan alle vrouwen en meisjes willen zeggen. Sky is the limit. Alles is mogelijk. Zij kunnen de beste leider zijn, ook van zichzelf, voor zichzelf. En het is echt makkelijk en simpel. Het is willen, geloven in je kracht en werken ernaar. Gewoon eigenlijk nadenken, wat moet ik doen en hoe wil ik dat mensen over mij denken? Hoe wil ik zelf zijn? Als ik er niet ben, hoe wil ik dat mensen over mij gaan schrijven en zeggen? En als je dat doet en elke dag werkt, want het komt niet in één dag, maar blijf vasthouden, want een van de dingen is consistent zijn, niet opgeven. Een simpel voorbeeld dat ik wil geven is, we poetsen niet één keer onze tanden en dan 3 dagen later poetsen we weer. Het is elke dag poetsen we, elke dag baden we, elke dag eten we. En dat doen we, we baden en we poetsen onze tanden om schoon te zijn, om... Weet je, we weten dat netheid heel belangrijk is. Representativiteit is belangrijk. Maar dat is met elk aspect van ons leven. Willen we talen leren, dan moeten we elke dag bezig zijn. Willen we in een vak excelleren, dan moeten we elke dag bezig zijn. Niet vandaag doen en dan weer laten en dan weer na een maand oppakken. Ja, dan ben je niet consequent. Dus je moet consequent zijn. Dat is mijn boodschap. En als je dat doet, ja, dan is elke ambitie die je hebt waar te maken. En dat kan. Geloof in jezelf. Dankjewel, minister Matura. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van mijn gedeelte. Gaat u niet weg, want mijn collega mevrouw Rosita Leeflang heeft een andere deel voor u. Het is vandaag een bijzondere dag, de Internationale Dag van de Vrouw. En ook ik, samen met mijn 2 andere collega's, we zetten vrouwen in de spotlight vandaag. En bij mij te gast is luitenant-kolonel Danielle Veira. Welkom in gesprek met. Dankjewel. Mevrouw Doe Het, wordt u nog steeds zo genoemd? Ja, ik word nog steeds zo genoemd. Ja. En help jezelf ook nog? Ach, ja, ik word gewoon voor je geschreeuwd op straat. En u heeft er geen moeite mee? Nee, het is, ja. Nee, oh, oké. Okay. Die naam blijft u achtervolgen, hè? Ja. Ja. Vandaag is de Internationale Dag van de Vrouw, 8 maart. Is zo'n dag nodig, denkt u? Weet je, het moment dat er dat iets niet volledig is,
is er aandacht nodig. En ik denk dat men daarom daarvoor gekozen heeft. Het zou voor mij, als het aan mij lag, was het er liever niet. Maar het geeft dus aan dat er ooit eens gedacht is van wij moeten de vrouw in het bloemetje zetten. In het bloemetje zetten. We moeten de vrouw highlighten. En we moeten ook natuurlijk kijken waar staat ze en waar gaat ze naartoe. Ik zou graag gewild hebben dat we gewoon een moment hadden in de wereld waarbij we gewoon dit soort dagen niet nodig hadden, omdat wij alles al hadden bereikt. Maar jammer genoeg, dat is het leven niet. Ja, dat klopt. We gaan even naar uw werk en uw carrière. U heeft carrière gemaakt in een typische mannelijke organisatie, zoals wij die buiten staan, dat zien. Het Nationaal Leger. Hoe ging dat voor u? Was het moeilijk om carrière daar te maken? Ja, weet je nu, na een aantal jaren, dan denk je van, was het echt zo moeilijk? Was het eigenlijk gewoon? Mm-hmm. Ik denk wel dat ik op bepaalde momenten, omdat ik in veel gevallen binnen het leger, de eerste was, de eerste vrouw. Dan had je toch wel zo'n beetje dat je een beetje tegen de bierkaai moest vechten. Mensen moesten je accepteren. En dan had je natuurlijk wel de struggles gehad. Struggles om bepaalde opleidingen te kunnen doen. Want die waren bepaalde posities in het leger nog steeds. Mm-hmm. Daar kunnen geen vrouwen in dienen. Dus dan kon je niet naar bepaalde opleidingen gaan. Bepaalde functies waren dan ook niet open. Mm-hmm. Een vrouw aan tafel die mee zou praten over bepaalde zaken, dat was ook nieuw. Maar ik moet wel zeggen dat ik ook heb mogen ervaren dat er mannen waren vooral, die klaar stonden om met je mee te gaan. Als ze vooral door hadden dat je daar zat om in te leren en dat je ook wel iets in je mars had, om het zo te zeggen. Dus je was geen sosoboto, je kwam met je bagage binnen en you know how to stand your ground. Je was niet een vrouw die maar zat te ringen loren, maar je wist waarover je sprak. En je was ook ferm in je standpunt. Maar moest u zich bewijzen om dat te kunnen hebben? In sommige gevallen wel. Waarbij je dus dan zeg maar harder werkte. Mm-hmm. Maar dat was ook iets dat je van jezelf had. Dat had ik ook wel van mezelf. Om te bewijzen dat ik dingen kan. Maar natuurlijk, 2-3 mannen en een vrouw die misschien hetzelfde wilden hebben. De man had dan bijna een voorsprong op jou, maar dan had jij dan weer een ander stuk dat je binnenbracht. En die challenge die dan aan tafel kwam, op tafel kwam, gaf mij de gelegenheid om te accelereren voor mezelf. Dus ik moest mezelf pushen die extra mile te gaan en ik kon dat deliveren. En omdat ik dat kon doen, dan had je, als je eerlijke mensen had aan de andere kant, konden ze dat ook wel accepteren en je dan de ruimte geven. Dus er waren een aantal mannen, ik kan ze zo aanwijzen. En ik had ook met enkele vrouwen, een van ze is nu overleden, had je dus dan een band waarbij je dus dan met elkaar kon sparren. Van laten we deze richting op gaan of hoe gaan we dat doen om ervoor zorg te dragen dat vrouwen binnen die organisatie toch een plaats krijgen. Ja. Oké, en nu hoor ik vrouwen ook wel vaak zeggen, ja, die mevrouw heeft makkelijk praten, want ik heb geen support van thuis. Hoe werkte dat voor u privé en het werk? Ik moet zeggen dat ik vanuit de privé sfeer had ik heel veel ondersteuning. Mijn ouders, mijn broers, later ook mijn partner. Ik mag niet klagen. Ik weet dat het voor een aantal vrouwen heel moeilijk is. En ik wil van deze kant uit zeggen van blijf praten tot je mensen. En zoek, zoek alliances. Misschien zijn ze niet alleen thuis, maar misschien is er een tante, een oom, zelfs soms je opa of je oma. Die mee wil praten en on your behalf wil praten met de rest van de familie. Waarom het belangrijk is met je echtgenoot of met je partner praten. Waarom het belangrijk is dat je kan doorzetten, dat je je carrière kan maken. Want
men gaat ervan uit dat het alleen maar gaat om de vrouw. Maar als een vrouw een push heeft gehad qua onderwijs, een push heeft gehad om haar, zichzelf te bewijzen en, door een goede carrière op te bouwen, betekent dat natuurlijk ook een push voor de economische omstandigheid thuis. Het is een push ook voor het land. Dus het vrouwen de gelegenheid geven om te groeien, betekent groei voor de samenleving. Ik volg de laatste discussie en het blijkt dus dat wanneer vrouwen solliciteren naar bepaalde posities, zij bepaalde vragen moeten beantwoorden. Zoals, ben je beschikbaar na een bepaald tijdstip? Ik neem aan na 3 uur of na 5 uur. En aan de hand van het antwoord van die vrouw krijgt ze de positie of niet. Terwijl die vragen niet gesteld worden aan de man. Zou dat moeten? Hoe werkt dat? Ik weet dat er een beetje naar wordt gekeken als wat men zou noemen de moederschap vloek. Het klinkt een beetje eng, maar wij vrouwen hebben nog een extra dimensie naast gewoon normaal met je bagage komen om te werken. Maar het feit dat wij kunnen kiezen voor familie en kinderen, kan ervoor zorg dragen dat wij minder kans maken om carrière te maken. Inderdaad, het is eigenlijk een vaarlijk discriminerende vraag. Het is eigenlijk gewoon zware discriminatie tussen man en vrouw. Om de ene wel te vragen van kan je daar 3 uur doorwerken en de andere niet. Ik mag even anekdote aangeven. Toen ik onder directeur was op Defensie, belast met het aanwerven van personeel, hadden wij op een gegeven moment de aanbeveling om jonge mensen die een langdurige opleiding moesten volgen om zeg maar een hogere militaire rang te behalen, dat ze liever kinderloos binnenkwamen. Maar die vraag werd bijvoorbeeld alleen gesteld aan de vrouwen. Ben je kinderloos of vrouwen moeten geen kinderen hebben of zo. Dat werd dan zo gesteld. En die discussie hadden we toen aan tafel dat bracht ik in. Nee, het gaat voor beide mensen gelden, voor beide seksen gelden, de man zowel als de vrouw. Want ook mannen, van hun moet geacht worden dat zij opvoeden. Dus je gaat niet mensen 10 dagen wegbrengen en 14 dagen wegsturen. En voor de man is het geen probleem, maar voor de vrouw zou het wel een probleem moeten zijn. Beide, man zowel als vrouw, moeten het gevoel hebben dat zij kunnen opbrengen, opvoeding, de zorg voor hun gezin, de zorg voor hun kinderen. En begin dat in te brengen. En dat heeft dan ook te maken met de genderrollen. We gaan ervan uit dat alleen de vrouw de moeder moet zijn of de verzorger moet zijn, de opvoeder moet zijn. Maar het zijn beide partners die dat moeten kunnen. En dat moet je dus vanaf het begin you need to instill that. Stuitte die maatregel trouwens op weerstand toen u dat instelde? Oh, natuurlijk. We hebben langer over gediscussieerd en het was van, hey Vera, dat slaat op niks. Maar dat was dan een gezonde discussie waarbij je de gelegenheid had om de mensen aan de tafel te proberen dingen vanuit een genderlens te bekijken. En later kon men het een beetje begrijpen. Maar het gaat erom, en dat is dan ook weer een boodschap naar andere vrouwen en ook naar mannen, zet het op tafel, maak het bespreekbaar. En zo zorg je ook voor een beetje bewustwording. Misschien wordt het niet gelijk aangenomen, maar je legt het op tafel. Ja. Oké, ik heb wat cijfers opgezocht, feiten over vrouwen. En ik ga ze dus even opnoemen, want het lijkt me erg interessant. Vaak staan we niet bij stil hoe deze cijfers eruit zien als we kijken naar het verschil tussen man en vrouw. Vrouwen vormen 50% van de wereldbevolking. Vrouwen doen 66% van al het werk. Vrouwen verdienen 10% van het wereldinkomen. En mind you, wat ik dus nu aangeef, de rest is dus door de man. Vrouwen hebben 1% van alle bezittingen. Van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw. En van alle armen op de wereld is 75% vrouw. Van alle analfabeten op de wereld is 66% vrouw. En van alle vluchtelingen op de wereld is dat 75% vrouw.
dit ziet er niet erg. Toen ik het las, I wasn't feeling happy about it. Hoe komen we hier? Hoe gaan we eruit komen? Ja, hoe komen we eruit? Wat moeten wij als vrouwen doen? Ik zou het niet alleen maar op de vrouwen willen gooien. Laat me alvast aangeven dat ik heb begrepen, ik heb een beetje gelezen hierover. En volgens mij vorig jaar zei World Economic Forum, nog 132 jaar moeten we misschien tegemoet zien. Okay. Voordat er een parity gaat zijn en dat die gender gap er niet meer gaat zijn. Inderdaad, in zoveel gevallen. Het is heel erg vreemd dat vrouwen, wanneer het gaat om economische groei, politieke involvement, heel erg laag scoren. Maar dan heb je dan weer dat vrouwen, hun gezondheid, dat vrouwen altijd achterlopen. En die gendergap wordt maar niet kleiner, maar het blijft groter. En alleen maar het feit dat we nu gaan door een aantal crises. Het is ook bewezen dat de crisis ervoor zorgt dat de gender gap zo blijft of steeds groter wordt. Omdat vrouwen, zoals we eerder ook hadden besproken, door die ongelijkheid, gaan zij dus verder achteruit. Hoe kunnen we dit stoppen? Ik wil kijken naar wat doen de overheden en in dit geval ons land. Wat gaan wij eraan doen om ervoor zorg te dragen dat de gelijkheid, gelijkwaardigheid in positie, in het binnenkomen in organisaties, in bedrijven, dat die gelegenheid er is. En inderdaad zou je zeggen van nou ja, je ziet toch meer en meer vrouwen hebben bepaalde hoge functies. Je ziet meer vrouwen in het parlement, ja. Maar ik moet niet zeggen maar. Je ziet meer vrouwen, punt. En dan komt het. Hoe groot is hun invloed? Okay. Wat kunnen zij allemaal betekenen? Mm-hmm. Willen wij gewoon poppetjes plaatsen omdat men zegt van zet meer vrouwen. Dan zetten we vrouwen bijvoorbeeld op een lijst, een verkiezingslijst. We zetten vrouwen in functies. Maar wanneer hun input is laag, willen we dat. Dus het vraagt wel dat overheden correct bezig zullen zijn. Je ziet dat een heleboel vrouwen gaan en eigenlijk zijn ze de mannen vooruitgestreven. Als je dus nu kijkt naar de universiteit, hoger onderwijs. Ja. Maar dan, zoveel vrouwen. Maar we zien ze niet terug. We zien ze niet terug, omdat de ruimte er niet is, misschien in posities. Of misschien geeft men mannen eerder de kans. En als de vrouwen een gezin starten, dan gaan ze toch wel ervoor kiezen om voor hun gezin te zorgen. Dus 1, de overheden. 2, het begint ook thuis. Hoe gaan we om met onze jongens en meisjes? Hoe kijken we naar de rollen die man en vrouw moeten spelen? Kijken we niet naar man en vrouw, maar kijken we naar mensen? Gewoon mensen die gelijkwaardig zijn en dezelfde skills hebben om bepaalde dingen te doen. Dus het gaat nog een hele poos duren. Maar we moeten wel ervoor gaan dat de instituten in het land de juiste maatregelen treffen om ervoor zorg te dragen dat vrouwen qua hun gezondheid, qua educatie, economische groei, maar ook politieke involvement, dat het groter wordt. En dat het zodanig groter wordt dat man en vrouw gezamenlijk op kunnen gaan. Want ik ben er niet voor dat We trekken vrouwen nu op, maar dat moet zijn een sam-sam, hè. Het is niet die dat er een optrekken en die mannen nee, laten. Absoluut niet. Het moet een sam-sam zijn. Oké, we gaan richting het einde van het gesprek. We kunnen natuurlijk de hele dag praten met mevrouw Vera. Maar ik kreeg een app van Karin Revos. En zoals ik de statistieken net voorlas, 1% van de wereldleiders is vrouw. Eentje is net afgestapt. En dat is mevrouw Ardern van Nieuw-Zeeland. Mm-hmm. Oké, nu wordt gezegd, en de app die kreeg van Karin Revos, er moet een vrouw zijn die in 2025 president wordt van Suriname. Er zijn meer mensen die dat roepen, een vrouw als president. Maar de kritiek is ook, wanneer we de vrouwen vragen, willen ze niet. Bent u beschikbaar als u wordt gevraagd door een politieke partij om presidentskandidaat te zijn?
Ja. Als ik bereid ben, ik denk dat ik zeker ga praten. In elke functie die ik heb uitgeoefend, vanaf het prille begin tot nu, heb ik altijd, ben altijd nagegaan, zou ik het kunnen? Heb ik genoeg stamina? Pas ik in het profiel, want dat is zeer belangrijk, pas ik in het profiel en heb ik hart voor de zaak. Want als je er geen hart voor hebt, moet je het niet doen. En als je geen belief hebt dat datgene dat je gaat brengen op tafel, als het niet genoeg is, moet je het niet doen. Het vraagt dat je, een goed karakter hebt, dat je leiderschapskwaliteiten hebt, je moet een manager kunnen zijn. Je moet zeer zeker van je land en je mensen houden. Want als je dat niet hebt, dan is het stoppen met dat ding. En je moet lange blo hebben, want het zal niet gemakkelijk gaan om dat te kunnen doen. Ik denk dat ik dat zal brengen op tafel, maar ik zal ook vragen, maar wat wil de politieke partij van mij? Zoals ik eerder heb aangegeven, je wil toch niet vrouwen hebben omdat men nu vraagt naar vrouwen. Ik heb mogen meemaken dat men soms denkt dat men een vrouw echt kan plaatsen in een etalagekast. Gewoon als een etalagepop en die staat maar als die printje die men wil laten zien. Maar om de persoon heen bepalen de mannen of de mensen met het geld wat er moet gebeuren. En dat gaan we niet doen. Dus het gaat erom, we gaan erover praten. En I will bring on the table wat ik eerder heb aangegeven. En dan kijken we waar we elkaar kunnen vinden. Het gaat voor die lobby voor ons land, om het tot ontwikkeling te brengen. Ja, u heeft net een profiel opgenoemd. Dingen die allemaal er zouden moeten zijn om presidentskandidaat te kunnen zijn voor een vrouw. Maar vragen we dat ook van de man als die daar geplaatst moet worden? Want we zijn, sometimes I think we are hard on ourselves. Of is het omdat wij het juiste voorbeeld moeten geven? Ik denk dat zowel mannen als vrouwen het voorbeeld moeten geven. En het begint niet alleen maar met, want sommige mensen hebben gewoon de wens, de wil. Ik wil president worden. Maar soms is kunnen, soms is je skillset net niet genoeg. Misschien ben je net genoeg om minister te zijn of net genoeg om VP te zijn. Maar je hoeft geen president te zijn. Maar sommige mensen gaan voor, ik wil alles, maar je moet je beperkingen soms ook kennen. Omdat er wordt een skillset van je gevraagd om bepaalde posities uit te kunnen oefenen. Dus wanneer het gaat om mannen, ga ik ervan uit dat ook binnen de politieke partij men aan die persoon werkt om daar terecht te komen. Als wij een vrouw gaan hebben in Suriname, als vicepresident en president, gaat er meer dan ooit naar die persoon gekeken worden. Ik denk, welke schoenen heeft die mevrouw vandaag aan? Of heeft ze de of het verkeerd gezegd? Het gaat opkomen. Maar zoals wij altijd de mannen hebben ondersteund in het land, ga ik er ook van uit dat wij de vrouw gaan ondersteunen in ons land. Omdat wie ook daar zit op die stoel, man of vrouw, als je geen gevoel hebt voor je land, als je niet bereid bent om een ontwikkelingsvisie te kunnen creëren, als je niet van plan bent om een nationale visie te kunnen creëren en te implementeren, zijn we gedoemd te falen. Als je niet van plan bent om te werken samen met andere mensen, met je land, in jouw land samen te werken, om ervoor zorg te dragen dat dit land, van waar we nu zijn, gaat naar een ander land, gaat het niet lukken, man of vrouw. Je moet van het land houden, je moet van de mensen houden en je moet bereid zijn om offers te kunnen brengen voor dit land, man of vrouw. Ik wil bijna zeggen dat het klonk even als een doe-het momentje. Daarnet. Nee, oké. Dan wil ik afsluiten met
U zegt, u bent beschikbaar als u wordt gevraagd en u wil erover praten. Zijn er nog andere vrouwen die u ziet in de samenleving die die job ook zouden kunnen doen? Oh, er zijn een aantal vrouwen. Ik zou niet willen zeggen dat ik uw namen zou willen noemen. Maar er zijn een aantal vrouwen in verschillende politieke partijen, maar ook buiten de politiek, die hard hebben voor de zaak. En omdat we praten over een vrouw die het kan, maar er zijn ook mannen. Er zijn zeker ook mannen die het kunnen. Maar er zijn vrouwen, ze zijn daar. Laten we dat zo uitkijken. Nou, dank u wel mevrouw Feira voor dit moment. Gefeliciteerd met de dag. Dank u wel, ook gefeliciteerd. Dank u wel. Dat was het dan voor wat betreft dit gesprek of mijn gedeelte in gesprek met luitenant-kolonel Danielle Feira over de Internationale Dag van de Vrouw. En we zijn ook aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. Dank u wel voor het kijken. Ik hoop dat u al de boodschappen die al de vrouwen hebben meegegeven, zowel minister Matura als advocaat Nipte en natuurlijk luitenant-kolonel Feira, dat u de boodschappen ter harte neemt en vooral er ook iets mee doet. Dat het beter wordt voor u als vrouw. En voor de man naast ons, want zonder ze kunnen we het ook niet. Voor een andere aflevering van In Gesprek Met, tot de volgende week. Goeiedag.